Volgens hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Crypto Deze Week in samenwerking met Coinmerse. Een golden cross heeft plaatsgevonden voor Bitcoin. En dat is hartstikke bullish, want op het moment dat zo'n golden cross plaatsvindt, zien we vaak gigantische rendementen. In deze video wil ik daar wat dieper op ingaan, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de weekly chart van Bitcoin is het natuurlijk duidelijk dat we de laatste tijd veel rendement hebben neergezet. En daarom is er nu sprake van een golden cross. Dat houdt eigenlijk in dat de rode lijn, dat is de 50-day moving average, door de gele lijn heen stijgt. En dat is de 200-day moving average. En dat zie je dus bijvoorbeeld sinds begin 2023 dat we gigantisch veel rendement hebben neergezet. En de 50-day moving average, dat zegt het natuurlijk al in de naam, kijkt naar het gemiddelde over de laatste 50 dagen. Dus het moment bijvoorbeeld met een year-to-date performance van 77% is het natuurlijk niet zo gek dat die rode lijn, de 50-day moving average, zo hard omhoog stijgt. En omdat de 200-day moving average meer tijd nodig heeft, is er dus nu sprake van een golden cross. Dat heeft niet heel vaak plaatsgevonden in de historie van Bitcoin, maar het moment dat het wel heeft plaatsgevonden, waren de rendementen ongehoord. Je hebt ook iets dat heet de dead cross en dat betekent dat dit scenario zich uitspeelt, maar dan precies andersom. En dat zagen we namelijk aan het begin van 2022. We hadden een all-time high neergezet in november van $69.000. Vervolgens was er sprake van heel veel verkoopdruk en zakte Bitcoin op een bepaald moment naar de $33.000 in een paar weken tijd. Het ging echt hartstikke hard en dat zorgde dus voor die dead cross, want de 50-day moving average zakte vervolgens hartstikke snel door heel veel verkoopdruk en we zakten door de 200-day moving average heen en vervolgens zag je dus in heel 2022 heel veel verkoopdruk. Maar daar ga ik het in deze video niet over hebben, want we gaan namelijk kijken van wat er onlangs is gebeurd en dan zie je dus heel erg duidelijk dat er sprake is van een golden cross. De 50-day moving average is door de 200-day moving average heen gegaan. En dan kan het natuurlijk nooit kwaad als we even teruggaan in de tijd om te zien van oké, als een golden cross eerder heeft plaatsgevonden, wat gebeurt er op dat moment? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om crypto te kopen, ik maak gebruik van Coinmerse voor mijn Bitcoin en altcoins en op dit moment loopt er ook een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link en je plaatst een order van minimaal €100, krijg je €10 aan gratis Bitcoin. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen, dus in de beschrijving staat zo'n linkje, registreer je via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we even kijken op de weekly chart van Bitcoin van wanneer heeft die golden cross eerder plaatsgevonden. En de laatste, dat is nu alweer een tijdje geleden en dat was namelijk in mei 2020. Dat gebeurde namelijk tijdens de coronacrash. Er was sprake van heel veel verkoopdruk, dus zag je dus ook dat er sprake was van een dead cross. En dit kwam natuurlijk ook echt onverwachts. De hele economische wereld lag op zijn gat, dus het was ook niet zo gek dat dit plaatsvond als we kijken naar de Bitcoin chart. Maar vervolgens zie je natuurlijk wel dat het heel snel weer omhoog is gegaan. Vandaar dus dat je ook ziet dat al heel snel die golden cross heeft plaatsgevonden. En vervolgens hebben we natuurlijk die gigantische bullrun meegemaakt. Want het moment dat die golden cross heeft plaatsgevonden en we trekken door tot ongeveer de lokale top, dan zie je natuurlijk een stijging van 655% in minder dan 12 maanden tijd. Dus dat rendement is echt fantastisch. Want als er nu sprake zal zijn van een stijging van 655%, dan kan ik met pensioen. Dus daar hoop je natuurlijk altijd op. Want dat soort stijgingen, ja, dat maakt natuurlijk het risico wat je accepteert in de cryptomarkt zo mooi. Want ja, het risico accepteer je. Maar dit soort rendementen kunnen dus behaald worden. Want het moment dat er heel veel verkoopdruk was tijdens die coronacrash, zijn er inderdaad mensen geweest die op dat moment juist denken, ja, wacht eens even, ik ga veel inslaan op bijvoorbeeld het level van $4.000. En die hebben dus ook uiteindelijk gigantische rendementen behaald, wat gewoon het leven heeft veranderd. Want als je inderdaad doortrekt, laten we zeggen gewoon een beetje halverwege de bodem en we trekken hem door zo ongeveer tot de top, dan heb je het over een stijging van meer dan 1300% in iets meer dan een jaar tijd. Dat is natuurlijk absurd en dat soort stijgingen zorgen ervoor dat mensen financieel veel beter voorkomen te staan. Dus deze golden cross was echt een gigantisch rendement. Als we vervolgens kijken van wanneer was de volgende golden cross, dan zie je namelijk dat dat heeft plaatsgevonden na de bear market, na de top in december van 2017. Want je ziet natuurlijk hier een heel erg laag level en vervolgens zie je heel veel rendement, wat we nu dus eigenlijk ook meemaken, en dan heel snel zie je dat die golden cross heeft plaatsgevonden. Maar als je puur kijkt naar het rendement, valt het allemaal wel tegen. Want als je namelijk even die stijging doorzet, heb je het over een stijging van 150% in iets minder dan 2 maanden tijd.
Dat is natuurlijk nog steeds een heel sterk rendement. Ik zal echt niet klagen als er nu nog even een stijging plaatsvindt van 150%. Dat zal natuurlijk iedereen op hopen. Maar vervolgens zie je wel dat die stijging zich niet heeft doorgezet. Maar ik vind dit wel een lastige situatie om te vergelijken. Want je ziet eigenlijk dat we natuurlijk heel snel na de dead cross tijdens de coronacrash weer zo'n golden cross hebben meegemaakt en vervolgens die stijging hebben ingezet. Ik ga er ook een beetje vanuit, als de coronacrash niet heeft plaatsgevonden, dat we misschien een tijdje zijwaarts zijn gegaan en dat er misschien ietsjes langer duurde of dat misschien zelfs ietsjes eerder omhoog gingen en dat we ongeveer diezelfde prijsontwikkeling hebben meegemaakt. Want corona, ja, het is een pandemie, dat gebeurt bijna nooit, eens in de 100 jaar. Dus ja, dat kwam totaal onverwachts, er was gigantisch veel paniek. Dus als je echt puur kijkt naar het technische aspect, als we kijken naar de Bitcoin chart, is dat denk ik een uitzondering. Goed, hier heb je vervolgens ook nog een sprake van een dead cross. Dat was natuurlijk de top in 2017. Heel veel verkoopdruk. De 50-day moving average zakt behoorlijk hard. En vervolgens zie je dus dat we veel verkoopdruk hebben meegemaakt. Want als je de top erbij pakt tot het lage punt, is er sprake van een daling van 83%. En als we de dalingen bijpakken sinds de dead cross, is er sprake van een daling van 58%. Dus je ziet ook tijdens het plaatsvinden van een dead cross dat er ook sprake is van veel verkoopdruk. Maar het moment dat zo'n golden cross plaatsvindt, dan zien we dus ook veel rendement. En dit is natuurlijk de weekly chart en zoals je ziet, zo'n golden cross vindt niet heel erg vaak plaats. Als we vervolgens kijken van wanneer was de andere golden cross, dan moeten we helemaal terug in de tijd, namelijk naar het einde van 2015, want dan zag je vervolgens naar de top van 2013 heel veel verkoopdruk. Vervolgens zagen we ook een dead cross en als we hem ook eventjes de toppen bijpakken tot het lage punt, en dat was even zien een daling van 86%, dus een beetje te vergelijken met de bear market van 2017/2018. Vervolgens zie je dus dat we een tijdje flink rendement neerzetten. Want als je namelijk kijkt van hoe snel is het gegaan, zag je op een gegeven moment de stijging van 150% in, laten we zeggen, iets meer dan 2 maanden tijd. Dus dat ging hartstikke hard. En toen was er dus weer sprake van een golden cross. En dat was dus uiteindelijk ook de bull market die werd ingestart. En dat zie je dus vaak terug bij een golden cross. Het moment dat zoiets plaatsvindt, is het vaak het begin van een bull market. Want de bull market, ja, die was natuurlijk echt absurd. De rendementen die toen zijn gehaald, die had bijna niemand zien aankomen. Want je hebt het over een stijging van bijna 6400% in 756 dagen tijd. Dat is natuurlijk absurd. Zulke stijgingen zullen we ook echt niet meer meemaken. Maar het is wel duidelijk, na het plaatsvinden van zo'n golden cross zien we gigantisch veel rendement. Ik ben eigenlijk benieuwd als we nog wat verder uitzoomen of we nog een keer een golden cross. Nee, je ziet hier dat de data een beetje ophoudt. Maar wat wel heel erg duidelijk is na het plaatsvinden van zo'n golden cross, is dat we de 50-day moving average eigenlijk willen behouden. Er zijn inderdaad momenten, bijvoorbeeld je ziet het hier in aanloop van de top, dat in juli er heel eventjes een weekje onder zaten en vervolgens hem direct weer doorheen te schieten. Dus je zal inderdaad meerdere keren zien tijdens een bull market dat die 50-day moving average wordt opgezocht en af en toe er doorheen zakt. Maar je wilt vooral voorkomen dat we niet de 200-day moving average gaan opzoeken, want op het moment dat dat gaat plaatsvinden, dan zie je vaak dat een bull market een beetje aan zijn einde is. Dus je wilt eigenlijk zien dat die 50-day moving average wordt gezien als support. Als we ook kijken naar de meest recente stijging, zie je dat ook heel erg duidelijk. De golden cross heeft plaatsgevonden. We hadden hier een paar momenten dat we er een paar keer doorheen zakten, maar niet echt in de buurt van de 200-day moving average. En die stijging werd dus echt gigantisch doorgezet. Vervolgens zie je dus dat we hier zakken naar de 200-day moving average. Toen was er nog wel even sprake van een bounce, maar dat was dus een fake-out. En vervolgens zakten we dus echt behoorlijk hard onderuit. Dus als we kijken naar de huidige situatie, is een golden cross hartstikke bullish. Want als we kijken in het verleden van Bitcoin op de weekly chart, dan zie je vaak dat de rendementen gigantisch zijn. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat die golden cross net heeft plaatsgevonden. En we zitten op dit moment nog steeds dicht in de buurt van de 200-day moving average. Want op dit moment zit dat zo'n beetje op de $25.500 en de koers was op dit moment $29.300. Dus wat je wilt zien in de komende weken is dat er eigenlijk afstand wordt genomen van de 200-day moving average en dat we niet door de 50-day moving average heen zakken. Dus dat we langzaam maar zeker die stijging doorzetten. Dat zag je eigenlijk ook vanaf het begin 2023, we hadden een paar fantastische weken en toen een hele slechte week in 6 maart zaten we er heel eventjes onder, maar vervolgens schoten we die direct weer boven. Dus inderdaad, momenten dat we in de buurt komen van de 50-day moving average kan op zich geen kwaad, maar je wilt op dat moment niet heel veel verkoopdruk meemaken, dat we er lange tijd onder zitten en dat we zelfs de 200-day moving average gaan opzetten.
zoeken. En het moment dat dat zal plaatsvinden, dus dan heb je het over de komende weken / komende maanden, dat deze stijging langzaam doorzetten, dat we naar de $36.000 gaan, naar de $40.000, dan kan je dus langzaam gaan bouwen naar een nieuwe bull market. Want een golden cross, ja, dat is natuurlijk niet voor niks een golden cross. Dat is iets wat niet heel vaak plaatsvindt. En het moment dat zoiets plaatsvindt, merk je vaak dat de rendementen ongekend zijn. Natuurlijk, dit soort video's zijn nooit financieel advies en helaas is het niet zo dat behaalde resultaten in het verleden een garantie bieden voor de toekomst, want anders was een golden cross natuurlijk een moment dat je denkt ik stop er alles in. Het kan natuurlijk nu ook anders uitspelen, maar we kunnen niet omheen als we kijken naar de technische analyse dat het er nu heel erg bullish voor staat. Voor nu komen we wel aan het einde van deze aflevering van Crypto deze week in samenwerking met Coinbase. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.